We gaan de speedrun strats gebruiken. Dat ik deze speedrun tactiek ook nog kan. Want deze is best wel wat lastiger. Oh, ja, 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 speedrun link. I told you. Speedrun link activated. Wat ga ik toch snel. Wat een momentum. Wat een precisely. Oh. Go, go, go. Yo, die mensen. Wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fall Guys aflevering. Ik ging net naar het shopje toe en toen zag ik dat de Ninja in de uitverkoop was. Het kost helaas wel 1 heel kroontje. Maar gelukkig heb ik er 15. Dus die wil ik lekker koppen. Ja hoor, kom maar door. Nu ben ik de duif met een leuk gezichtje. Wil je trouwens meer Fall Guys video's van mij zien? Ik upload het minimaal 1 keer per week, soms al 2. Abonneer dan gewoon mijn YouTube kanaaltje. Het is helemaal gratis. We beginnen met deze ellende. Oh no, no, no. Iedereen gaat op de verkeerde kant springen. We gaan met allen vallen. Behalve ik, want ik ben de duif. Roek. Cool, cool. Nou, gaan we wel lekker. Ik zit in de top 15 van de mannetjes. Dus dan heb je kans dat deze mensen nog wel een beetje een brein hebben wat niet bestaat uit zaagsel. Waardoor je dus wel redelijk makkelijk die sisas nog in bedwang kan houden. Niet met de allereerste 60 man dat je erop gaat springen. Oké, laten we even met z'n allen hier gaan staan. Laten we met z'n allen egoïst dat je er bent. Hoppa, erop gaan springen. Oké, die paarse blijft nog eventjes hier steady. Dankjewel, joh. En als je trouwens mijn vorige Fall Guys aflevering niet hebt gezien. Nou, dat wil je niet weten, joh. Daar hebben we dingen meegemaakt. Die moet je checken. Wij gaan vallen. We gaan vallen met z'n allen. Ik zag het al gebeuren. Die blauw was helemaal gekanteld. En die paars was helemaal gekanteld. En nu zit ik wel een beetje weer in de groep van der mensen. Deze paars gaat ook kantelen. Oh, nee, dat valt mee. Oké, dan wil ik er ook op. Hallo, makkertje. Wil jij ons niet vast gaan houden? Hey, wil jij ons eventjes niet vast gaan houden? Dankjewel. Ik jiet hem er gewoon lekker af. Stinkhommeltje dat het er is. Ik hoop dat hij het niet gaat halen nu. Ik hoop dat hij het nu niet gaat halen. Hey, jij daar, hè? Jij bent echt stom. Oh, nee. T-Rex, ik deed het juist goed, gast. Ja, hem. Hij mag erin. Oh, hij is door. Oh, ik had moeten kijken wat zijn naam was. Kon ik hem focussen. Okay, voor mij is het 9514. Deze persoon hier. Die moeten we hebben. Oké, we hebben Hit Parade. Dat betekent dat ik bij het einde, als ik sneller ben, ik hem wel tegen kan houden. Maar dat kan natuurlijk alleen als ik het echt gewoon bij het begin haal. Maar dat moet niet heel moeilijk zijn. Want ik ben echt zo goed in dit spel, joh. Niet normal. Oké. Even er doorheen. Dankjewel. Ik heb die gozer nog niet gezien trouwens. Van me. Even alle ballen ontwijken. Even alle balletjes ontwijken. Helemaal toppie. Ik heb die kerel nog niet gezien. Moet wel top 30 worden. Dat is wel belangrijk. Is die gozer ergens? Ik zie hem nergens. Ik weet niet of hij me gaat halen. Ik durf het ook niet te riskant lang te blijven. Want er kon nog 10 mensen finishen. Hij zat daar. Shit, ik had kunnen wachten. Hij heeft het goud. Nee, ik had moeten wachten. Hij heeft het net op het allerlaatste goud, die gozer. Waar is hij? Hier. Let op. Hij gaat het halen. Nee, ik had hem moeten pakken. Oh, we hebben Tiltek. Ja, ik kan het doen. Ik kan zijn staart jatten. Als ik nog geen staart heb natuurlijk. Hè. Als ik nog geen staart heb bij het begin. Oh, ik heb wel een staart bij het begin. Are you kidding me? Wordt deze ook niet met een staart wel begin? Oké, sure. Waar is die gast? Hij is hier. Ik zie hem hier beneden. 9514. En hij is de staart al lang kwijt. Ik ga hem tegenhouden. Hè? Stinkhommeltje. Hier, zie je deze? Oh, ik heb de staart gejat. Mijn staart is ook weer gejat. Oh, nee. Nee, Hoddok. Hoddok, please. No. Oké, moet natuurlijk wel gewoon het algemeen even doorgaan. Dus ik ga eventjes hier wachten. Dankjewel, cactus. Daar zit cactussen. Kaboom. Ik weet nog niet waar die gast überhaupt is. Of die nog een staart heeft. Even aan het... Oh, ik zie hem daar. Hij zit eronder. Hij heeft wel een staart. Maar ik heb ook een staart. Dus ik kan hem niet van hem jatten, helaas. Gewoon een beetje in de gaten houden. Hij heeft nog steeds een staart. Oké, dat is duidelijk. Belangrijk is dat ik ook nog gewoon 30 seconden lang mijn staart behoud. Dus om eerlijk te zijn, dat ga ik ook zeker weten doen. Oh, cactusje. Daar zit cactus. Hij heeft hem nog steeds. Hij heeft nog steeds een staart, deze guy. Oh, wat een oemtie-loemtie. Oh, is hij hem kwijt? Hij is hem kwijt. Hij is zijn staartje kwijt. Ik zag dat hij staart kwijt raakte. Oh, dat is goed. Dat is heel goed. Hij is nog steeds staart kwijt. Gaat hij niet halen. Nog 2 seconden. En hij heeft de start. Hij heeft de start op de laatste seconde. Heeft die guy een start? Ik zag het. Oh, dat meen je niet. Hij is nog steeds door. Zie je die gluipert hier zitten? Hij is gewoon door. Hij is gewoon top 15. Hij is gewoon door. Oké, we hebben rock'n'roll. 5 tegen 5. Ik hoop dat ik niet bij mijn team zit. En dat ik het haal. En hij niet. Het lijkt erop dat ik niet bij mijn team zit. Dus de kans dat we het allebei niet halen is zeker weten. Of in ieder geval, één van ons gaat het sowieso halen. Zie maar duwen met mijn team. Je bent lekker bezig, team. Team, push. Team Furry. Ik merk dat er heel veel furries in mijn team zitten. Hashtag Team Furry. We zijn het lekker bezig. We zijn het beste aan het doen. Oké, jullie duwen. Ik
Ja. En ik duw hem weer terug. Lekker, gasten. Ja, we zijn goed bezig. Nou, valt hier best wel mee. We pushen hem wel naar links. Links. Dat is een goeie. We zijn nog steeds voor. 10% staan we voor. We zijn lekker bezig, gasten. Er is één duif dat er te wachten. Die duif mag er lekker in stikken. Ja, doei duifie. Roekoekoe. En doei. Oké, maar welke gast was het? Welke gast? Welk team zit hij? Hij is hier. Dat is deze. Hou hem tegen. Hou geel tegen. Oh nee, ik ben natuurlijk gefinished. Gaat geel finishen. Als geel finisht, dan is hij door, hè? Als geel finisht, is hij door. Are you kidding me? Nee, hij is nog steeds door. De nare gozer is nog steeds door. Are you kidding me? Ik deed zo mijn best. Waar is die? Hier, 9514. De gast staat er nog steeds. Hij is nog steeds door. Als laatste, Fall Mountain. Oké, dit betekent maar één ding. If he wins, I fail. Sta ik achter hem? Nee. Hij staat wel aan de voorkant. Dat is wel jammer. Oké. Oh nee, ik sta hier. Oh, ik kan hem wel grabben. Ik kan hem van zijn winst afpakken. Maar ik wil ook zelf winnen. Oké, het belangrijkste is dat hij niet wint. Ik kon hem bij het begin meteen grabben. Dan kwam hij helemaal niet door. Maar hij gaat toch niet door. Deze gast gaat toch niet winnen. Kijk, boom, hij is geraakt, gast. Oké, dan gaan we hier naar links. Oh, hij loopt nog steeds voor me. Hij is door de bal gaan. Ja, ik sta voor hem. Zolang ik voor hem sta, is het prima. Als hij niet wint, vind ik alles best. Dan vind ik alles prima. Hey Furry, ik ga even voor je lopen, gast. Dat is niet erg, Finn. Oh. Nou, op zijn minst, hij wint niet. Dat is het belangrijkste. Als hij niet wint, dan win ik. L, je zit echt in de weg. De Furry gaat winnen. De Furry wint. Geef niet. Hij heeft niet gewonnen. Dat is belangrijk. Hey, lekker gedaan, Furry. Echt, wat een droomgozer ben je toch. Hey, je liet hem vallen. Oké, wel één ding zeggen. We hebben het hem moeilijk gemaakt, hoor. We hebben het die gast moeilijk gemaakt. DoorDashers. Aha. We gaan dan gewoon door alle deuren heen. Maakt niet uit. We gaan er elke deur heen. Oh, is die dicht? Wij gaan er doorheen. Let op. Kaboom. Easy. We gaan er doorheen. De eerste volgende deur. Deze. Deze voel ik. Daar gaan we doorheen. Boom. Oké, misschien niet helemaal. Oké, dan doen we deze. Deze voel ik. Die toekant, neem jij hem? Oh, ik voelde hem niet. Zie je? Eerlijk. Ik was eerlijk met je. Ik voelde hem niet. We nemen de rechter. Ja, die voelde ik. Welke voelen we nu? We voelen nog steeds de rechter. We gaan steeds voor de rechter. Kaboom. We gaan gewoon committen. Commit tot recht. Ja. Oh. Als eerste. Ja. We committen met rechts. Altijd rechts nemen. Tip van de sluier. Neem altijd rechts bij door crashers. Dan word je makkelijk eerste. Ik zei het je al vanaf het begin. Easy peasy lemon squeezy. Hey, we hebben een achievement. Get first place in a racing round 20 times. Hey, dat is best wel een pittig interessant achievement, moet ik eerlijk zeggen. You have been dead. Are you kidding me? Nou, de eerste ronde heb ik overgeslagen van het potje. Want ik was toch gedisconnect. Dus die hoefde jullie ook weer niet te zien. Het is tijd voor mij om even zo'n lekkere dub naar binnen te slepen. Ik vind het wel jammer. Af en toe als je een lekkere game hebt en dan word je gedisconnect. Is gewoon niet lekker. Maar dan ben ik benieuwd of ik alleen disconnect. Of dan ook heel het potje disconnect. Dat is iets wat ik niet weet. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Is er wel trouwens iemand die we graag willen focussen? Die we hier zien? Lijkt erop van niet. Slime Climb, mijn favoriet. Voor het gewoon dat niet weet, Slime Climb is mijn lievelingsmappie. En legendes zeggen dat ik nog nooit ben gevallen in Slime Climb. En voor mij hebben die legendes hebben het gewoon gelijk, weet je. Dus laat ik dat eventjes maar bewijzen. Door even mijn skills laten zien. Speedrun skills. Voor mij sta ik tweede. Voor mij sta ik steady tweede. Hey, de ballen. Hallo, ballen. Hey, leuk dat jullie er ook bij zijn. Oké, nu sta ik steady vijfde. Kan ook wel eens gebeuren. Kan iedereen overkomen. Maar de speedrun strats. Ik sta weer eerste. Steady speedrun activated. Slime run speedrunnetje. Easy peasy lemon squeezy. We gaan mensen niet fucken. We gaan de speedrun strats gebruiken. Zo, dan gaan we hierop. En dan gaan we hierop. Lekker. Speedrun link. Oké, ik ga hopen dat ik deze speedrun tactiek ook nog kan. Want deze is best wel wat lastiger. Oh, ja. Speedrun link. I told you. Speedrun link activated. Wat ga ik toch snel. Wat een momentum. Wat een precisely. Oh, mijn god. Ik ging er bijna af. Ik bedoel, ik ben nog nooit afgegaan bij Slime Climb. Maar kijk hoe snel ik ben. We gaan even wachten. Er is nog niemand. Er is hier nog niemand. Ik sta hier als eerste. Ik ben als eerste bij Slime Climb. En het scheelt. Dit is mijn titel ook gewoon. Hoe je snel kan zijn in Slime Climb. Niet normaal. Oh, daar komt de eerste guy. Oh, hij is gevallen. Nee, er is nog niemand. De green guy. Green guy, kom. Ik ben voor jou aan het wachten. Gozertje, kom hier. Ja, daar komt de horde. Wat een gezelligheid. Wat top. Ja, ik ben wel eens eerst gefinished. Daar ben ik wel eerlijk in. Oh, ik zag iemand vallen. Het duurde zo lang tot mensen kwamen. Maar ook gewoon meteen een horde aan mensen. Oh, hij werd gehit. Die gast werd gehit. Die is af. Deze duif.
Deze duif. Die heeft ook gehaald. Netjes gast. Oké, dan hebben we hier astronautje. Gaat het ook halen? Ja, deze is steady. Deze astronaut is steady. Maar hier hebben we nog meer. We hebben nog meer mensen. Of is dit de laatste? Dit is de laatste guy. Ik kan niet meer switchen. Dit is letterlijk de laatste guy. Hij gaat nu ook lekker. Hij gaat lekker tanten. Hé, hey, weet je gast? Gelijk heb je. Maak de video maar langer. Geen enkel probleem. Die advertenties, die wachten op mij. Hoeveel mensen zijn er nog over? Het zijn er 13. Oef. Hey, die guide viel wel leuk. Oh, en dan beginnen we met valbal. Voor mij hebben we een oneven aantal toch al. Toch 13 over. Oh, ik hoop echt dat ik bij Team Geel zit. Ik hoop het echt. Anders heb ik gewoon verloren. En ik wil gewoon niet vliegen. Ik ben Team Blauw. Nee hoor, ik vind het heus niet erg hoor. 6 tegen 7 vind ik heus niet erg. Huh? Link? Waar is het potje gebleven van voetbal? Ik had hem graag willen zien. Geloof me, je had hem niet willen zien. Het eindigde in ieder geval in een loes, kan ik je vertellen. Het was de zware loes. Nee, wij hadden als eerst gescoord. Wij hadden als eerst gescoord. En hun hadden daarna 8 gescoord. Het geeft niet. I'm not crying. Nope. Weet je, ik vind Team Games best wel prima. Maar laat ze niet oneerlijk zijn door de teams niet eerlijk te maken. Dat vind ik gewoon niet zo leuk. Let op. Oh, oh. Ik zei dat jullie op moesten letten. En beter dat je hebt opgelet. Oh, die was sick. Die was nice. Dat was namelijk een tactiekje die je kan doen. Als je jezelf launcht door deze propeller. En dat die andere propellers van die windmolen niet in de weg zitten. Ze zaten pittig in de weg, maar ik ging er net onderlangs. Dan kan je jezelf daarheen launchen. Is gewoon heel leuk. Als je goed bent in het spel, dan kan je het best wel een keertje riskeren om te doen. Wat ik dus net heb gedaan. Maar voor de rest, als je niet zo heel goed bent in Fall Guys, dat ik je het niet aanraden om het in ieder geval te doen. En dan kom je bij Seasalm. Ja, wat wil ik ervan zeggen? Je kan trouwens ook op die, zoals je hem bij hebt gezien, kan je het randje pakken. Voor het geval je denkt, lijkt me geinig om een keertje randje te pakken. Kan je doen, maar de kans dat je de checkpoint pakt is iets minder. Oh, kan ik nog eventjes omhoog rennen? Dankjewel, zou ik heel erg waarderen. Ik zal het even laten zien. Kijk, je kan hier zo... Je hoorde wel dat ik een checkpoint pakte. Maar af en toe registreert je ook weer niet. Dus ik recommend niet om over het randje te lopen. Maar het is wel stelpunten. Als mensen je zien over het randje lopen, then your big dick energy. Maar zoals ik al zei, de kans dat je de checkpoint pakt is aanwezig dat je hem niet pakt. Zo, zullen wij eens eventjes lekker in de top 10 finalisten zitten? Nou, ja. Ja, laten we dat eens eventjes doen. Een 9e. Nou, vind ik top. Dat is binnen de 10. Dat is zeker binnen de 10. Rollende ballen, mannen. We zijn met te veel. We zijn echt met te veel. Hoe willen we met z'n allen rollende bollende mannen doen? Er zijn mensen die gewoon doorrennen. Die denken, wij gaan mensen vervelen. Als je maar niet Team Geel verveelt, want Team Geel niet moet door. I'm just saying. Oké, ik ga hier alvast staan. Als backup. Ja, en ik duw hem. We gaan hem naar links gooien. Of naar rechts, sorry. En, oh, wat deed ik dat goed. Door mijn coördinatie staan we nu wel eerste. Je moet zeg maar één iemand hebben in het team. En geloof me, jij moet die persoon zijn die hem daar opvangt. Want als jij hem niet opvangt, dan gaan ze daar gewoon even lekker vastlopen zitten. Maar kijk die bal. Kijk die bal gaan. Speedrun mode. Kaboom, kaplam. En we zijn door. Kijk, wij zitten op 100% en we zitten op 60%. Ja, wat moet ik zeggen? Rood is wel een beetje die blauwe bal goed vast aan het houden. Wat een stelletje hommeltjes. Oh, die rode bal. Gaat die door? Ik heb het gevoel dat rood het niet gaat halen. Ik weet niet waarom. Ik heb zo'n voorgevoel dat rood het niet gaat halen. Weet je, of ze halen het allebei niet. Jullie zijn allebei... Jullie allebei zijn tijd aan het verdoen. Kom op, zeg. Je weet allebei dat geel superieur er is. Die blauwe is zo goed aan het verdedigen hier. Oh mijn god, ze brengen hem helemaal terug. Wat is dit? Wat is dit voor ronde? Ik hoop dat ze allemaal niet doorgaan nu. Gast, wat is hier gaande? Ze krijgen de bal niet naar beneden. Oh, rood. Rood. Ja, ja, ja. Nee, blauw houdt hem tegen. Nee, zit op het randje. Zit over het randje. Oké, it's over. It's over. Rood wint. Rood wint. Rood tot de dood. Rood tot de dood. Kom op. Gooi hem erin, alsjeblieft. It takes forever. Dankjewel. Jeewig zeg. Oh my god, dat duurde een eeuwigheid. Oh god, we hebben Tiltek. Het zal ook eens niet. Met 20 man. Hoe een man gaan door? Ik denk 50%. Dat is 50%. Ah, en tuurlijk begin ik weer niet zonder taart. Of ja, ik begin juist zonder staart. Maar ik wil zeggen, ik begin natuurlijk weer wel niet zonder staart. Nou, laten we eventjes concluderen waar de staartmannen zijn. Ik zie hier eentje zonder. Zelfs een paar mensen AFK staan. Of die gaan pas later beginnen. Aangezien. Ja, waarom zou je eerder beginnen? Hey, dankjewel voor je startgast. Hey, wat lief van je. Ik stond daar gewoon klaar van. Hey, give me a hug. Geef me zo'n lekker knuffeltje. Ja, die voel ik wel. Ik vertrouw die gast daar niet. Daar ben ik gewoon heel erg in. Ik vertrouw hem niet erg in het midden. Hij heeft geen staart. En daarom vertrouw ik hem niet. Ik vertrouw hem. Daarom ook niet. Ik ga hem ook gewoon de andere kant op. Haha. Nu ben ik unpredictable. Je weet niet waar ik heen ga. Die één taar heeft ook geen staart. Die vertrouw ik ook niet. Ik vertrouw helemaal niemand hier. Behalve ik, mezelf en Link. Oh, oh. Zie je deeldruk. Het is daar heel druk.
Kan ik hier eventjes weggaan? Dank u wel. En dank u wel. Oh, oh. Hey, hij heeft een staart. Hij staat er gewoon te chillen. Hij heeft gewoon een staart. Waarom pakt niemand zijn staart? Dat is mijn vraag. Pak niet mijn staart, gast. Pak zijn staart. Oh, die eend gaat hem pakken. Dat is duidelijk. Oh, het is een beetje druk. Ik hou nog 90 seconden vol. Geen enkel probleem. Hé, eendje. Wat ben je een lekker eendje, joh. Doe even lekker kwak, kwak in dat zakzak. Oh, eendje zie je. Oh, dat is geen eendje. Waar is het eendje? Ik weet niet wat het eendje is. Nog 5 seconden. Kom op, Link. Kom op. We gaan niet die kant op. Daar zat iemand zonder staart. Hé, hey, er zitten mannen met staart. Hé, hey, ik wil er ook bij horen bij dat clubpie. Leek me heel gezellig. We zijn door. Oké, van de 20 mensen die er waren, hoeveel mensen gaan er door? Ik ben wel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel man gaan er door? Het zijn er 10. De helft is gewoon weg. Dat betekent dat het weer finale tijd is. Dat betekent finale tijd. En daar heb ik zin in. Wat voor finale gaan we krijgen? Hexagon. Hexagon, baby. Met 10 man is nog best wel veel. Maar weet je, het moet wel leuk zijn. Het moet wel genieten zijn. Dan laten wij eventjes hier eens springen. En dan daar. Hé, hey, Dino. Voer jij. Voor je gast. We gaan even lekker lopen. We gaan even een rondje van de zaak. Rondje van de zaak. Na 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 na. Rondje van de zaak. Rondje van de zaak. Oh, er zijn best wel mensen over eigenlijk. Maar, oh, alle blauw is weg. Oké, okay, waar gaan we landen? Where we're dropping, boys. Op paars? Prima, prima. We gaan op paars. En waar gaan we dan? Hé, hey, waar gaan we heen? Jij gaat hier niet mee, gast. Oké, jij gaat mee. Oh, oh, nee, nee. Oh, oh, dat zijn 2 lagen. Dat is zonde. Oké, okay, wat we kunnen doen is mijn tactiekje altijd. Mijn tactiekje, we gaan iets claimen. En dat is dit. We gaan dit ding hier claimen. Dat het allemaal voor mij is. En er is nog een gast. Are you kidding me? Dat ding kunnen we dus niet. Oh, we kunnen het wel claimen. Toppie. We hebben dit geclaimd. Dit gedeelte is van mij. Van niemand anders. Hey, iemand heeft het geclaimd. Er komt nog iemand naar me toe. Are you kidding me? Oké, we gaan hier even weg. Want we gaan hierheen. Dit stukje is van mij. This is my place now. Feel good yet? Yes, I do. Oh, we gaan hierin. Ja, dat is top. Dit is mijn plekje nu. Dit wordt wel lastig. Dit wordt een lastige finale. Want er zijn best wel wat goede mensen hier. Laten we... Oh, nee! Nee, ik gleed uit. Oh, dit was niet de hexagon die ik wilde. Ik kon nergens een goede setup vinden. We zijn met z'n allen. Maar niemand is voor mij nog boven. Echt niemand. Nee, precies. Niemand is boven. We zijn met z'n allen naar beneden gegaan. Oh mijn god. Ja, het is nu een 1 versus 1. Dit sloeg nergens op. 10 man. Maar op een hexagon van 6 mensen. En dan kan je ergens wel een plekje krijgen bovenaan. Die volledig van jezelf is. Maar bij mij deze ronde niet gelukt. En hij verpest het. Grijs won. Omdat die andere het verpest. Anders had die andere gewonnen. Daardoor had Grijs gewonnen. Gefeliciteerd, Grijs. Je hebt het verdiend. Mooi onderbroek trouwens. Heel nice. Ik moet wel gewoon eerlijk zeggen. Ik was niet goed dit potje in Hexagon. Veel fouten gemaakt. Zeker weten veel fouten gemaakt. Maar ook geen lekkere setup kunnen krijgen. Maar misschien volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Vergeet niet hiernaast 2 andere leuke video's aan te klikken. En zie ik jullie gewoon graag terug bij een nieuwe Fall Guys aflevering. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg dan mening dat is later.